Sebastian, we kijken dan echt naar technieken en belangrijk, je hebt het al een paar keer verteld, is dat kleine op dat onder de water zwemmen. Ja, je ziet eigenlijk je moet een tweede heel erg goed zijn op korte baan. Zowel onder water als boven water, dat moet altijd. Maar op korte baan is dat net even belangrijk, omdat je gewoon meer geert in de water kan zwemmen. En het lijkt me niet zomaar onder water, maar je eigenlijk altijd sneller dan boven water. In ieder geval als je een goede kind hebt, maar als je niet de afstand van de muur zeker dat is belangrijk. Maar uiteindelijk moet je niet meer zitten als je op water niet zo belangrijk is om te delen. Heel veel gewezen vraag. Korte baan zwemmen of lange baan zwemmen? Wat ben jij? Lange baan. Kijk, hier zien we de finish van Borglanka Kappas. Maar nummer 8 en 101, 75.